Ik deze tatoeage in mijn hals, die, ook van Henk, die is mij heel dierbaar. Ja, de dierbaarste. Er zijn er, ik geloof dat ik er 140 of zo heb. En die hebben allemaal een eigen verhaal en die komen allemaal, maar die hebben op een of andere vreemde manier je leven binnen. En de ene keer gaat het om de persoon die ze gemaakt hebben, de andere keer op de plek, de andere keer op de manier. Ja. Dat we zijn eigenlijk op een gegeven moment niet meer zozeer gaan verzamelen als om uit esthetica, maar meer gaan verzamelen omdat het bij de collectie past. Ja, verhalend. En het opdoen van allerlei dingen die ook gewoon op papier, in doosjes, ik moet dit, ik wil het vastleggen, ik wil, kom maar op, weet je, kom maar op. Gewoon rare momenten, dus zijn ingevingen en absoluut niet inderdaad. Dus niet wat ze tegenwoordig doen. Ik vind dat mijn hand altijd mooi. Ja. Kijk, dat zijn een beetje overeenkomstige tatoeages. Alleen deze komt uit de Pacific vandaan. Die komt uit Samoa. En dat is een soort van anti-reuma tatoeage. Ja, en dit op dezelfde manier nooit ook op mijn achterbenen. Dat is me ook dierbaar. Maar deze was ook een beetje een overwinning. Dit is ook Noord-Afrikaans. Ja, Berber tattoo. Maar toen was ik ook net zeg maar genezen van mijn hepatitis C. Dus zat ik net in die hele transitie. En toen was het voor mij wel een soort van een... ik had zoiets van, een beetje een statement voor mezelf. Ja, maar jij hebt altijd dat soort dingen, hang je eraan. Jij knipt je haar ook af om van vuil af te komen en dat soort dingen. Dat soort vreemde emoties heb ik geen last. Ja, ik ben verschrikkelijk emotioneel. Ik ben bars van dat soort, dat doe ik allemaal niet aan. Ja. Je hoeft bij mij niet langs te komen voor boodschappen, moet je naar Albert Heijn en verder rust. Daarom heb je ook nummer 14 van Johan Cruijff. Nou ja, dat vind ik wel leuk. Niet emotioneel. Meneer Cruijff. Met David Bowie, weet je wel. Ja, David Bowie is godverdomme toch niet. Nou, je had bijna Jules Delder laten tatoeëren. Nou, dat lijkt me een beter idee als David Bowie. Nou, deze. Ja, dat is een... Ziggy Stardust.